Hallo, vandaag gaan we een stadsomroeper tekenen. Tenminste, het is vandaag de dag van de stadsomroeper. Het heet net anders, ben ik weer even vergeten. Maar stadsomroeper, die waren vroeger heel belangrijk, want die brachten het nieuws bij de mensen. En vertelden wat bijvoorbeeld de overheid wou laten weten of het stadsbestuur. Stadsomroeper. Hier en daar zie je ze nog wel eens, maar dan hebben ze meer een toeristische functie. Maar laten we eens een stadsomroeper of iets wat daarmee te maken heeft tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag is de dag van de stadsomroeper. Wat gaan we daar nou bij tekenen? Nou, ik dacht, vroeger hadden ze daar zo'n soort toeter voor waar ze dan doorheen spraken. Ik denk als we die nou eens gaan tekenen. En dat is helemaal niet zo'n moeilijk ding om te tekenen. Zo. En dan zat hier zo'n, ja, je ziet dan zo'n handvat aan. Eigenlijk een goede vraag hoe dat eruit zag, want er bestaan hier nog die toeters. Nou ja, ik denk dat het gewoon zoiets is geweest als zijnde zo'n handvat. Dat je dan makkelijker vast kon pakken. Nou, en dan sprak men langs deze kant. Sprak men dan. En dan kwam het er natuurlijk zo heel groot. Heel hard uit. Het geluid. Of ze zongen iets. Kijk, dan kunnen we hier nootjes doen. Zo. Altijd leuk. Dan is nog erceren. Een beetje diepte te geven. Een beetje schaduweffect. Zo. Ja, tegenwoordig heb je zo'n een megafoon. Dat kan ook nog. Al zijn er natuurlijk niet veel stadsomroepers meer, denk ik. Nou ja, tegenwoordig heb je natuurlijk ook gewoon een weekblaadje waar dat in staat. Nou, hoe teken je nou een krant? Als je het even hierachter langs zo teken. Tegenwoordig is het ook allemaal tabloid. Zo, hoe kan je dat nou goed weergeven? Dat het meerdere pagina's zijn. Zo. Nieuws. Zo. Bla 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 bla. Kijk. Zo kun je heel makkelijk tekst weergeven. Een plaatje. En dan hier nog een grote kop. Nog meer tekst. In kolommen. Dat is natuurlijk een krant ook onbekend. Hè? En zie je dat? Je kan dat gewoon met streepjes doen. Hier ook een grote afbeelding weer. Hier ook een kop erbij en weer tekst. Hier ook een kolom. Misschien weer een plaatje. Nou, dan kunnen we hier ook nog wat tekst zetten zo. Misschien hier ook nog een plaatje. Zo, en hier dan ook nog een plaatje erbij. En nog wat tekst. Nou, daar hebben we ook een krant of een tabloid gemaakt. Ja, en dat is een beetje het stadsomroepen van tegenwoordig. Is natuurlijk dat weekblaadje. En ja, internet natuurlijk tegenwoordig. Dus dan zou je ook nog een tablet kunnen tekenen of iets dergelijks. Nou, dit was voor vandaag. En ik zie jullie morgen in een volgende video. Tot morgen.